nou gaan we dus 5 bijleggen. Ja. En dan kom ik volgend jaar op 0 uit. Ik bedoel, als de 11 steden toch komen, hebben we een ander verhaal. Nee, maar dat zullen we niet meer krijgen. Dus dan hebben we een ander verhaal. Maar als je... Kijk, en dan leggen ze dezelfde erbij op. Ja. Ze hebben eventjes gekeken, zeggen, hebben gezocht dat ze de goede hadden. Dus kijk, dan komen dezelfde erbij op te liggen. Ja. Dus van de week vroegen ze ook aan mij. Dames en heren, we zijn vandaag filmopname aan het maken in Millingen. Misschien zegt u van, Frek, is Jan Walsink ook al het werk van Erik aan het overnemen, van Erik Hel? Nou, dat is niet waar, maar die kon vanmorgen niet komen. Dus vandaar dat we het inderdaad zelf doen. We zijn hier in Millingen aan de Rijn, in onze mooie gemeente Bergendal. En daar worden vandaag 5 zonnepanelen bijgelegd. 2 jaar terug heeft Waard Wonen hier al 5 zonnepanelen gelegd. Ook het huis helemaal geïsoleerd. En nu worden er vandaag 5 bijgelegd om voor elkaar te krijgen dat je een volledig energie-neutraal huis krijgt. Dus dat we volgend jaar onze energiemeter op 0 komen te staan. We moeten daar van binnen nog wel een aantal aanpassingen doen. Maar toch komen we volgend jaar met een energiemeter die echt op 0 komt te staan. Dus ze zijn nu bezig van de firma Solarpas om daar 5 bij te leggen. Dat is eigenlijk wat er vandaag gebeurt. We zullen nog een interview straks houden als Erik wel aanwezig is. Wat daar binnen voor aanpassingen gebeuren en hoe dat wij het voor elkaar krijgen. Samenwerking met Waard Wonen, dan laten we dat nog maar eens duidelijk erbij zeggen. Dat die toestaan dat op een huurwoning inderdaad zonnepanelen bijgelegd worden. Hebben we het vanmiddag nog eventjes verder over. Maar ondertussen zal Tony Hol, de cameraman, die zal wat filmopnamen maken om te laten zien wat hier vandaag gebeurt. Ja, doe maar.
klaar? Ik zei, het gaat er mij over dat het genoeg opwekt. Ja. En dan is dit natuurlijk het mooiste, laat ik maar zeggen, dat je de zandag daar hebt. Ja, helemaal goed. Goeie keuze. Ja, ik ben heel enthousiast, eerlijk gezegd. Ja, leuk hè? Ja. Ja, het is net allemaal, het is hartstikke goed dat ze het doen, maar het is net aan, hè, allemaal. Ja. Ja, maar dat is het. Het helpt, dit is waar het wonen, dan hebben ze energieleden A. Ja, A of B, ligt er nog van huis, hè? Ja, dat klopt. Is ook nog belangrijk. Ja, dat klopt. Hè? Maar bij ons is dus A. Nou, en dan krijg je dus, of ze nou 10, 12 of 5 opleggen, ze krijgen ook maar A. Hè? Ja. Ja, dat klopt. Meer krijgen ze? Nee. Dus ik kan het wel voorstellen dat ze. Maar nu komen ze er zelf wel achter dat ze ook ja waar ze. En ik heb begrepen dat ze daar tussen die blokken of zoiets willen doen. Daar gas af. Ja, dan wordt dan, als je de Helmstraat 1 kunt rijden, vanaf de Eikelstraat, ja. Het blok waar gewoon die Rieke woont, ja. En dan naar
naar links. Die blokken worden allemaal drie gedaan. Hey, en dan heeft Ronnie gewoon boven bij de verwarming zo'n ding zitten? Of? Nou, dat is heel... Dus, zoveel, ik ga nog naar Ronnie toe als het klaar is. Ja. En ga kijken hoe het bij hem is. Maar dat is dan de nieuwe tannen erop. Ja. Dus dat is totaal helemaal vernieuwd. Ja. Ja. Het waren wel wat dingen die, waar je niet zo tevreden over was dat de horen kan bewandelen. Maar het is ook een proefwoning. Ja, dat klopt. Dus je kan kijken hoe doen we het daar en hoe moeten we het niet doen met die anderen. Ja, dat klopt. Dus zo moet je het ook wel zien. Ja. Nou, een voordeel is dat wij nog op het gas zitten en dat het wel goed. Ja. Ja, maar dat is dan, dat is natuurlijk een investering die je dan zelf moet doen. Ja, dat moet je zelf doen. En dat is dus, dat zullen de meesten niet doen. Nee, dat klopt. We zijn hier bij Jan Wassink in Millingen aan de Rijn. En Jan, die is wel bekend in Millingen en omgeving als... langzamerhand de energie-expert, om het zo maar te noemen. Hij houdt zich veel bezig met informatie inwinnen over zonnepanelen. Of het nou op land is of op het dak, daar weet hij alles van. En we zijn nu bij Jan thuis. En Jan treft zelf ook de nodige maatregelen in deze moeilijke tijd van energievoorziening. Alles wordt duurder. Om toch de kosten flink te gaan drukken. En door kleine investeringen te doen, lukt hem dat aardig. En daar gaan we eens over praten met Jan. Dag Jan. Goedenavond. Ja, we zitten hier in een lekkere warme kamer. Ja. Terwijl jouw centrale verwarming uitstaat. Hoe is het mogelijk? Ja, dat is inderdaad mogelijk. Wij hebben een zogenaamde sfeerhaard. Misschien kan Tony hem dadelijk eventjes in beeld brengen. En die verwarmt. Die gaat op elektriciteit. Die kun je in standen zetten en die kan, hebben ze ons wijs gemaakt, laat ik het daar heel eerlijk over zijn, als het buiten -10 is, dan zou je hier binnen in de huiskamer het nog kunnen verwarmen tot plus 25. Zo, zonder de centrale verwarming aan? Zonder de centrale verwarming, ja. Dus, maar dan heb je alleen de huiskamer en de keuken maar verwarmd, hè. Dus dan heb je het overige huis niet verwarmd. Dus daar moet je wel eventjes mee uitkijken. Dus als je van de winter een 11-stedentocht zou krijgen, ja, dan praten we over andere dingen. Maar in dit geval gaat dat prima, daar kun je het heerlijk mee verwarmen. En wat we dus willen doen is, dat komt na volgende week, dan gaan we een infraroodpaneel op de badkamer installeren. Zodat je, als je bij de wastafel staat... onder de infrarood staat en ja, die is dan ook je lichaamstemperatuur. Dus dan heb je daar ook de warmte van. Het komt er in feite op neer dat je alles wat je eerst met gas deed, ga je nu elektrisch regelen. Dat gaan we inderdaad elektrisch doen. Zoals we vandaag al de opname gemaakt hebben, hebben we de 5 zonnepanelen zijn erbij gelegd. Je had er al 5 van de woningvereniging, hè? Ja, 5 heeft de woningbouwvereniging waar het wonen op het dak gelegd. Die hebben ook het huis fantastisch geïsoleerd. Want 's morgens staan we op en dan is het hier nog gewoon 19 graden in de woonkamer. Dus dat is fantastisch. We hebben er nu 5 panelen bijgelegd. Die zijn ook weer wat hoger. Dus we hebben nu ook 2000 piekwattuur met die 5 panelen. En dan kunnen wij het verwarmen, dat is dus de bedoeling, het gas terugdringen. We hebben de kachel al van de verwarming op 50 graden staan, die normaal op 80 staat. Maar we gaan onder de radiatoren ventilatoren zetten en die blazen de warme lucht door de radiator heen en dat blazen ze dan in huis. Maar eigenlijk is dat alleen nodig als het buiten heel erg vriest, hè? Ja, als buiten vriest, dan gaan we dus de verwarming erbij stoken. En anders hoef je dus niet de verwarming erbij te stoken. Nee. Want wat is het energieverbruik van die kachel die je nu hebt, die haard, zeg maar? Die haard, dat is 2000... Nee, dat zei ik verkeerd. 2...
Ja, 2000, 1800, 1800 watt. Als hij maximaal staat, maar je kunt hem dus regelen op nul, dan krijg je alleen maar het effect van een open haard. En je kunt hem op de helft zetten op 900 en je kunt hem op 1800 zetten. Ja, ja. En de temperatuur kun je dan regelen. En hij stopt vanzelf als hij de temperatuur heeft bereikt. Ja. Je kunt hem instellen, wat wij dan altijd doen, op 22 graden. Ja. En dan is het in het hele huis, is het dan, voelt het zelf, is gewoon heerlijk warm. En de regering die zegt, mensen moeten de thermostaat terugzetten naar 18 of 19 graden. Ja, inderdaad. En dat, nou, je hoeft geen econoom te zijn, maar dat ben ik dus ook niet. Maar je kunt natuurlijk, wat ik van mening ben, dat ze het ook volledig verkeerd doen. Want we krijgen nu allemaal ons geld terug. Ze zijn voor volgend jaar al prachtige prijsplafond moeten ingebouwd worden. Maar we moeten minder gaan verbruiken. Mm-hmm. Ik bedoel, als we minder gaan verbruiken, dan wordt de vraag minder. Dan wordt het product vanzelf goedkoper. Dus in dit geval de aardgas. En we moeten de elektriciteit zelf opwekken. Ja. En ze moeten subsidie gaan geven op de huizen isoleren, op zonnepanelen. Daar moeten ze subsidie op geven. En dan gaan de mensen vanzelf gebruiken. Ja. Want dit resultaat van wat wij nu doen met die 5 zonnepanelen, nogmaals, met die sfeerhaard, met die infraroodpanelen op de badkamer, met die radiatoren, die ventilatoren onder de radiatoren, komen wij volgend jaar op een energierekening van 0. Zo. Ja. En dat is eigenlijk heel eenvoudig. Stroom verbruiken we niet meer. We houden zelfs ruim stroom over. Ergens tussen de 1500 en de 2000 kilowattuur. Daar houden we over van die 10 zonnepanelen. En dan kunnen wij ons gas terugbrengen, wat we in het verleden altijd 1000 kuub zo'n beetje gebruikten op jaarbasis. Daar brengen we zeker terug naar 500. Ja, ja. Want je kunt je voorstellen als van de winter 1, 2, 3 graden vriest. Hmm. Ja, dan zet je 's morgens eerst eventjes de verwarming aan en je stookt het later bij. Ja, ja. En je hebt hem ook nog nodig voor douchen, warme water en noem maar allemaal op. Maar dan kunnen we dat terugbrengen naar 500... kuub per jaar. Ja. Nou, we hebben een prijsplafond van 1,45. Praat je over 720 euro op jaarbasis. Ja. We krijgen allemaal onze energietoeslag, maar dat is al jarenlang, dat is niet nieuw. Daar krijgen we gewoon een mindering op onze aansluiting. Dat is voor volgend jaar 597 euro. Dus dan kom je op nul uit. Ja, de 120 euro nog op jaarbasis. Nou, we hebben nu... van de week ben ik daar weer achter gekomen dat je een prachtig apparaatje op je waterleiding kunt zetten om je douchewater te verwarmen. Mm-hmm. Dus dan zouden we douchewater, keukenwater en de wastafelwater zouden we daarmee verwarmen. Nou ja, die gebruiken ook heel erg weinig. Dus dan zouden we zeker al naar beneden gaan. En dat heb ik me laten vertellen is een vrij geringe investering. Hè? Ja, van een kleine 300 euro. Ja, ja, ja. En daarom zie je dus dat je met kleine investeringen dus verschrikkelijk veel kunt doen. Als ik ook zo'n sfeerhaard, koop je onder de 200 euro. Ja. En dan kun je hier de ruimte, zowel de woonkamer als de keuken, kun je daarmee verwarmen. Die ventilatoren onder de radiator, daar hebben we er dus 3 blokken van 3 van nodig. Die kosten ongeveer... 150 tot 200 euro ligt een beetje aan hoeveel snoer dat je nodig hebt. Alles samen. Alles samen. En dan heb je nog een keer zo'n infraroodpaneel. Ja, praat je ook over ergens tussen 150 en 200 euro. Mm-hmm. Heb je ook zo'n ding. Die komt op de badkamer. Die komt op de badkamer. Ja. Dus dan praat je over een investering van 200, 200 en 150. Dus 550 euro. En dat heb je in 1 zomer of 1 jaar heb je dat volledig terugverdiend. Ja, en dan kom je op nul uit. Ja, ja, het is. Dus al die dingen zijn mogelijk. Ik moet wel eerlijkheidshalve erbij zeggen, Jan, dat jullie het geluk hebben dat de woning op kosten van de woningvereniging geïsoleerd is ook, hè? Dat klopt. We hebben daar heeft Waard Wonen gedaan. Ja, voor een particulier die dat wil doen, ja, die is daar heel veel geld voor kwijt. Dat klopt. En daarom zeggen wij ook, je moet
niet die mensen al dat geld teruggeven. Je moet de mensen helpen met hun woning te isoleren. Je moet mensen helpen om de zonnepanelen erop te leggen. En dan druk je het verbruik. Ja. Ja, en dan wordt de vraag minder naar gas. En dan vervolgens is het gewoon heel logisch dat je minder verbruikt. De vraag wordt minder, dus het product wordt goedkoper. Mm-hmm. Dus dan zitten we tegen iets heel anders aan te kijken. En hoef je ook niet die grote investeringen te doen, waar wij van het begin af aan gezegd hebben. Zonnepanelen op land is natuurlijk prachtig, maar het kost de vermogen en er gaat verschrikkelijk veel geld is daar verloren. Ja. Aan allerlei investeringen die ze doen moeten, huur, het leggen van die panelen. Ja. Ja, kostbare landbouwgrond. Dus je kunt het op een andere manier. Maar dan moet je bij nadenken en dan zul je daar de mensen moeten stimuleren. En dan zul je daarmee subsidie moeten doen. Ja. En dan inderdaad niet dat geld teruggeven. Nee, investeren in zonnepanelen, in isolatie. Het komende jaar trekt de regering daar heel veel geld voor uit om de mensen te compenseren. Ja. Dat jaar zouden de mensen eigenlijk zoveel mogelijk moeten gebruiken om die investeringen te doen. Ja. Dat is eigenlijk jouw verhaal. Dat is mijn verhaal. En in feite zou je dus dat geld wat ze krijgen, dat zou je moeten kunnen gebruiken voor zonnepanelen, inderdaad, voor isoleren. En daar moet de overheid meer subsidie voor geven. En dan kun je het probleem oplossen. Want nu zitten we in 2024. En als er niks gebeurt, dan vervalt ons prijsplafond. Ja. En dan betalen we allemaal weer de hoofdprijs. Weet niet hoe dan de prijs ontwikkeld is. Nee, dat weten we niet. Maar we kunnen ervan uitgaan dat we niet meer teruggaan naar het oude niveau. Ik bedoel, we hebben de energiecrisis, de oliecrisis meegemaakt in de jaren 70. Ja. En de benzine en de olie is ook nooit meer naar beneden toegegaan. Nee. Dus dat is een wet die nou eenmaal zo geldt. Ja. En dan zitten wij in 24 en dan begint Jan Wassink te lachen. Want die hoeft niks meer te betalen. Die heeft geen energiekosten meer. Ja. Nou Jan, bedankt voor jouw heldere verhaal. En laat dit ook een tip zijn voor de kijkers. Ja, inderdaad. En de bedoeling is ook om dat eens uit te leggen. Ze mogen me altijd bellen. Ze mogen dat weten ze via de pagina van de Vereniging Duurzame Energie. Ik wil de mensen op weg helpen, vertellen hoe ze het moeten doen. Want we zijn niet alleen tegen die zonnepanelen daar op het land neerleggen. Nee, we willen ook een oplossing aandragen. Dus we gaan niet alleen zeggen, wij zijn tegen. Een allesomvattende oplossing. Niet alleen met zonnepanelen, maar ook nog andere maatregelen. Maar andere maatregelen waar je allemaal in huis kunt doen. Oké, dankjewel Jan. Graag gedaan.